afgelopen jaar is er erg veel werk verzet bij het project Vervanging Brug Oudekerk. Naast de bestaande brug is de nieuwe Noordelijke Brug verrezen, hier achter mij. Eind juli is het dan zover. Dan wordt het verkeer van de bestaande brug overgezet naar de nieuwe brug, tijdelijk in twee richtingen. Vanaf donderdagavond 21 juli tot zaterdagochtend 23 juli sluiten we de huidige brug af voor het autoverkeer. We verschuiven dan de aansluiting van de oude brug naar de nieuwe brug en we passen ook de verkeerslichten aan. Het verkeer rijdt dan vanaf 23 juli in twee richtingen, dus zowel naar Amsterdam als naar Amstelveen, via versmalde rijstroken over de nieuwe brug. Fietsers en voetgangers hebben aan de noordkant van de brug een eigen strook waar ze overheen kunnen rijden. In 2023 liggen hier twee nieuwe bruggen, waarbij het verkeer naar Amstelveen over de nieuwe Noordelijke Brug rijdt en het verkeer naar Amsterdam-Zuidoost over de nog aan te leggen Zuidelijke Brug. Alle kruisingen zijn aangepast, waardoor fietsers en voetgangers de provinciale weg ongelijkvoers kunnen oversteken. Dit verbetert de verkeersveiligheid optimaal rondom de brug, zorgt ervoor dat het openbaar vervoer beter kan doorstromen. Ook is het vele malen aantrekkelijker om over de brug te lopen en te fietsen. Ja, dit is heel bijzonder voor ons, want we hebben het afgelopen jaar deze brug letterlijk vanaf de fundering opgebouwd. En nu ligt er gewoon een prachtige brug in het landschap die straks gebruikt wordt door iedereen. En dat geeft echt een kick, daar zijn we trots op.